Enkele maanden geleden publiceerde het Nieuwsblad een uitvoerige enquête over de tevredenheid van de burger over zijn burgerwater. Wat verwacht de bevolking eigenlijk van de burgemeester? Als burgemeester heb je natuurlijk andere verantwoordelijkheden dan een schepen of een gemeenteraadslid. Je bent uiteindelijk voor alles verantwoordelijk, maar je staat er ook niet alleen voor. Dus we zitten hier ook met een goed team van schepenen, een goed team van personeel met een goede gemeentesecretaris. En ik denk dat het heel belangrijk is voor een burgemeester dat dat team ook goed meewerkt en dat je daar ook een goede band mee hebt. Wat betreft die verantwoordelijkheden ben ik mij er wel bewust van dat je niet altijd een ja-antwoord kunt geven. Je probeert wel alles op te lossen, maar ik denk dat daar de beste oplossing de eerlijkheid is. Is er in uw gemeente een cultuur van inspraak? En hoe wordt die gestructureerd en georganiseerd? Ik denk dat de twee mooiste voorbeelden in Kerzuidam een gerealiseerd project zijn en één dat we gaan realiseren in 2010-2011. Het eerste gaat over het ontmoetingscentrum, de Masbloem. Hier een beetje verder gelegen in de Waremse Steenweg. Een gebouw die een mix is van een bibliotheek, een jeugdhuis, een ontmoetingszaal die zowel moet dienen als fuifruimte, als eetruimte, als optredenzaal. Dus waar we geopteerd hebben voor verschillende functies in één gebouw. Ik denk maar, een van de resultaten van de inspraak was een uitschuifbare tribune. Ook naar alle materiaal toe, belichting, geluidsversterking. Hebben we overal de inspraak gevraagd. De plannen zijn meermaals hertekend. We hebben die plannen tot 3 maal toe voorgelegd aan zowel de buren als aan de cultuurraad, als aan de jeugdraad, als aan de mensen die het jeugdhuis moesten uitmaken, als aan de bibliotheekraad, tot 3 maal toe. Telkens met een verbeterde versie en de laatste keer hebben we de definitieve versie getoond. En uiteindelijk moet je dan zelf de knoop doorhakken, daarvoor zijn wij dan wel bevoegd. Je mag natuurlijk inspraak vragen, maar op een bepaald moment moet je zelf de knopen doorhakken. Hoe belangrijk is voor u het verenigingsleven in uw gemeente? Verenigingen heb ik altijd van nauw nabij gevolgd. Ook de feesten, alle activiteiten die er waren in Kerzuidam. Ik weet niet waarom, maar dat trok mij altijd aan om daar aanwezig te zijn. Dus ik denk dat ik, sinds dat ik een jaar of 18 ben, gewoon overal aanwezig ben geweest op elke kermis, elke feest. Waarom? Omdat ja, ik vermoed dat het gewoon is omdat ik mijn gemeente graag zie. Nooit met de bedoeling van burgemeester te worden. Dat is allemaal later gegroeid, maar eigenlijk is dat inderdaad wel een voordeel dat je elke persoon kent. Is er in uw gemeente een cultuur van inspraak? Ja, het is soms wel een keer hard en het is inderdaad niet altijd de evidentie of je hebt niet altijd het ja.